beginnende met de titel. Denken met het licht aan. Voordat ik het antwoord ga verklappen, zou ik van u weer graag willen vragen om 1 à 2 minuutjes daar eens over na te denken. Wellicht met uw buur of buurman of buurvrouw daarover te hebben. En dan kom ik daar zo op terug en dan gaan we eens kijken hoe u daarover denkt. De eerste vrouwcollege, die Gian, die Geoerde Verlichting. En dan pak ik in de eerste college pak ik een beetje voorgeschiedenis. De periode van oude middeleeuwen tot de verlichting. Om te zien hoe de verlichting tot stand kunnen komen. Het tweede college pak ik Descartes en Spinoza erbij. Dat we, ja, die twee mannen die we zien als de grondleggers van de verlichting. Dus dat is ook wel interessant om naar te zien. Het derde college pak ik Voltaire en Rousseau. Dat vind ik zelf twee hele leuke filosofen om je meer in te verdiepen. En de richting waar de filosofen naar tangen in het denkwijzen. Rousseau en Voltaire met twee hele oren personen dan Spinoza en Descartes. En in het vierde college wil ik mij de ouderen zien naar de ideeën van de filosofen en hoe we die juiste daar weer omzetten in de maatschappij.